Hallo allemaal. Voor 6 muzikale talenten in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland is het een bijzondere dag. Ze doen mee aan de regiofinale Zuid 1 van het Prinses Christina Klassiek Concours. Hier in de cultuurhaven in Veghel gaat het gebeuren. En ze spelen in een lege zaal, maar er staan camera's en er is een jury, dus dat is hartstikke spannend. Meedoen is al heel geweldig, maar ze hopen natuurlijk op een mooie prijs en misschien zelfs wel een plek in de nationale halve finale. Hallo, welkom. Hi. Hallo. Hey. Waar is je instrument? Ja, dat heb ik niet bij me. Ik zing. Oh, dus je hebt het instrument altijd bij je? Dat is waar. Ja, het zit in mijn keel. En wat vind jij zo mooi aan zingen? Ja, zo mooi aan zingen is dat je echt je hele lichaam gebruikt als instrument eigenlijk. Dus het is ook veel meer dan alleen je keel. Het is alles. Alles vibreert, alles doet mee en ook expressie. Dus dat vind ik zo mooi aan het zingen. Hoe leer je goed zingen? Ja, oefening. Of moet je het gewoon al in je hebben? Nee, niet per se. Nee, oefening is heel, heel belangrijk. Een goede docent. En passie, denk ik. Ja. Hoe kwam jij erachter dat je kon zingen? Ja, dat kwam omdat ik heb in een koortje gezongen. En daar kreeg ik ooit een solo en toen ik dacht, oké, nou, dat doe ik wel. En daarna, na dat optreden, was iedereen zo van, oh, Handel, moet je meer mee doen, joh. Dus ja, op die manier ben ik een beetje meer naar gaan kijken en toen is het gegaan. Wat ga je vandaag zingen? Ik ga zingen een stuk uit het Stabat Mater van Pergolesi, Quem me rebat, is een aria voor de alt. En Stila Mare is uit een opera van Händel, ook een aria voor alt. Ik kan niet wachten om te horen hoe het klinkt. Heel veel succes. Dankjewel. Tu
scritto a gustare il piacer della mia morte. Ma tu, consorte amata, non pianger. Che lieto spiro, basta che io t'incontrar l'anima mia quando uscirà dal sen, mandi un sospiro. Still.
Hanno, hoe voel je je nu? Ja, opgelucht. Wel een beetje opgelucht. En verder heel goed. Ja, hoe was het om op het podium te staan en voor een klein publiek te spelen? Ja, helemaal terug waar ik was afgedwaald, zeg maar, vanwege corona. En ook dat je weer contact kan hebben met mensen. Dat scheelt gewoon zoveel. Maar toch ook die zenuwen? Ook de zenuwen, ja. Zeker ja. Weten. Die voelde ik echt. Ja, gedurende het hele optreden? Het werd iets minder aan het eind, maar... Ja, best wel. Heb je er last van gehad? Ja, mijn knieën gaan altijd knikken. Dus in die zin wel. Maar voor de rest ging wel goed. Je bent overeind gebleven? Ik ben overeind gebleven, ja. Heb je kunnen overbrengen wat je wilde? Ja, dat heb ik. Wat was dat dan? Doodsangst. Het eerste stuk ging over Maria die haar zoon zag hangen aan het kruis. En dat medelijden. En dat soort, ja, ik geloof wel dat is overgekomen. Nou, ik vond het schitterend. Dankjewel. Dankjewel. Gelukkig. Wat een optreden, hè? Ik hoop dat jij er ook van hebt genoten. Op 27 februari om 11 uur worden op het YouTube-kanaal van het Prinses Christina Concours de prijzen bekendgemaakt van de regiofinale Zuid 1. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.